Dit is de fiets. U ziet daar binnen is iemand aan de slag. Is aan het rijden. En buiten, andere kaartjes zie je. Nou, we hadden hem hier gemonteerd in een helm. Maar dat kan natuurlijk op elke mogelijke manier. De mantelzorgers rijden buiten. En oma fietst gezellig mee voorbij. En oma fietst vrolijk door. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want het beeld staat gewoon stil. Want hij gaat mee met de mantelzorger en niet met oma. Touchpad. Heeft hij het huishoudboekje gemaakt? Dan kan je even doorheen bladeren, kijken wat hij doet. En een verstoorder. Dat is ook wel eens goed, dat je niet altijd maar zielig bent, maar ook gewoon kan treiteren. Aan de andere kant ben je ook een hulpje. En dat kan je net zo instellen als wat leuk is. Dus je kan ook zeggen, nou, de spastische persoon is met zijn afstandsbediening is hij meestal een hulpje. Maar als hij er genoeg van krijgt, dan schuif je een beetje op. En sociale interactie op de speelvloer. En mensen, nou, ik hoorde net al, je zou eigenlijk dit als thema op zich moeten nemen. Dat je gaat kijken hoe je medische problemen omzet tot spelelementen. Hè? De rolstoel race game was er eigenlijk ook al een van. Van de mensen waarmee we werken, David Hansen, kan maken puur fysiek. Hè? Veel van de cognitieve systemen die wij ontwikkelen, die gaan we ook weer hierin implementeren. Dat is een beetje de afspraak tussen hem en ons. Philip K. Dick bijvoorbeeld, dit is geen echt mens, dat is een robot. Maar hij zou dan benut moeten worden om voor mensen te spreken en emoties uit te drukken die het zelf niet meer zo goed kunnen. Dit is de zorgmakelaar, hè? Dus je kan hem, Marco heeft een soort mock-up gemaakt waar je eventjes doorheen kan, waarin hij een paar vragen stelt. En je zou in de toekomst ook dat als een conversation agent kunnen zien, dus hij praat gewoon met oma en haalt daar die informatie uit om hierin te stoppen. Maak een afweging, nou dit en dit is optimaal voor wat uw wensen zijn en het geld kan besteden, dus dat is het advies. Hij doet nu nog, boterkaas en eieren, maar dan kom je wel erg vaak op, als je er echt goed in bent, dat niemand wint. Dus dat is een beetje onhandig. Schaken is veel moeilijker. Ik hoorde dat in de dagbesteding schaken ook een van de populairste sporten is. Dat wint hij altijd. Maar als je aardig tegen hem bent en hem zo een duur aait, of je gaat hem een beetje voeren, of wat je er ook maar mee. Je kan hem volbouwen met sensors die van alles kunnen. Dan vind je het grappig en dan laat hij jou ook een keer winnen. Waarschijnlijk handig om een robot dit te kunnen laten doen als je je daar zelf niet toe in staat voelt als zorgverlener. Je denkt, ik vind het te moeilijk of ik wil oefenen. Deze moet slecht nieuws brengen. Hij kijkt goed naar je gezicht, dus reageert op jou. Maar dan weet je in ieder geval dat als jij als zorgverlener troost biedt, dat die persoon op een correcte manier de volledige informatie heeft gehad die nodig is om vervolgens vervolgdingen. Wij dragen wel een aantal scenario's inderdaad te verzinnen waarbij we bij, onder andere kwamen op de roddelrobot, waarbij je inderdaad de robot inzet als communicatieve tool zeg maar, tussen de bewoners, maar dat die dus ook, je kunt de informatie aan die robot geven en die kan die ook bij iemand anders er weer uitspuwen, bij wijze van spreken. Dus het is interessant als zo'n robot in zo'n context gebruikt wordt, of, want daar gaat heel veel gevoelige informatie rond. Ja, waar daar dan de grens van zijn. Je hebt nu cliënten en familie die als een cliënt naar een verzorgingshuis moet, een heleboel keuzes voor ogen heeft. Hè? Kan bij Cordaan terecht, of bij Amsta, of bij Zorggroep, of bij Osira. Welke keuzes moet ik nou maken om uiteindelijk op de juiste plek terecht te komen? Zo'n systeem kan je door vragen leiden om uiteindelijk op een voor jou geschikte plek te komen. Maar je wil ook dat dat systeem vertrouwen kweekt. Hoe moet je er nou voor zorgen dat het systeem jou vertrouwen gaat bieden? Daar hebben we wat ideeën over uitgewisseld. Het is een alternatief voor het heel vaak ergens op bezoek gaan. Het heel veel telefoontjes moeten afleggen. Het heel veel op websites moeten vergelijken van gegevens. Dus je kan eigenlijk vanuit
thuis of vanuit een transferafdeling in een ziekenhuis al je veel beter gaan oriënteren op de toekomst en dat proces van wat moet het straks worden, want ik kan niet meer terug naar mijn thuissituatie, ik moet naar een verzorgingshuis, dat proces al veel eerder in te gaan zetten. Op de vraag zeg maar van wat is dit eigenlijk voor ding, kwamen we eigenlijk, ik denk, nou ja, misschien toch wel redelijk unaniem uit op van dit is een maatje wat jou in allerlei situaties, voornamelijk in zorg in dit geval, helpt. Afhankelijk van waar het voor gebruikt wordt zeg maar, kan je dus het uiterlijk van het robotje ook aanpassen. Dus een aap is leuk voor spelletjes mee te doen en een balletje te gooien en dat soort dingen. Maar je wil misschien niet zo graag dat een aap jou vertelt dat je boodschappen moet gaan doen. Dat er een verzorgaspect in zit, dus dat je het robotje moet gaan verzorgen. Dus dat je jouw eigen tijd moet gaan investeren in het verzorgen van het robotje. Zodat je een band opbouwt, want je krijgt er dan ook dingen voor terug. Waardoor je dus ook ja, closer bent en waardoor je ook meer gaat geloven van wat hij zegt. En meer gaat samenwerken. Wat ideetjes? Bijvoorbeeld, je kunt ze gaan, bijvoorbeeld een aap zou bijvoorbeeld meer als een kat in je huis, in je leven zijn. Die reageert op je, die heeft aandacht nodig, wat eten, die moet je wat knuffelen. Maar ook als jij verdrietig bent, kan die bij jou op schoot komen zitten. Het uitgangspunt was wat de vorige groep met de emo-robots had gedaan. Ja. Dat was dat slecht nieuwsgesprek. Ja. Van oké, we gooien die hele emo-robot die gooien we weg. Maar kwam uiteindelijk wel op de conclusie uit dat je een vorm van agency, noem ik het dan maar even. Dus dat er iets of iemand is die met die patiënt gaat praten over dat slecht nieuwsgesprek. Of dan een avatar is of een mens. Dat je dat eigenlijk bijna niet uitkrijgt. Een van de manieren die naar boven kwam van, misschien moet je het met beelden dan gaan. Je zou eigenlijk die informatie en alles wat er min of meer gebeurd is tijdens zo'n gesprek, zou je op een of andere manier moeten opslaan. En dat in die periode, dat ze zeg maar, wat er tijdens dat gesprek gebeurd is, nog een keer kunnen nakenzien. Dan kan je bijvoorbeeld ook alvast vragen neerleggen. Die kan die avatar dan misschien niet direct beantwoorden. Maar de persoon met wie jij straks weer in levende lijf gaat zitten, die heeft die vragen dan al gezien. En die kan zich ook weer voorbereiden. Nou, hadden we bedacht dat iedereen vanaf nu bij zijn zorgverzekering een zorgrobot of een zorgagent gaat krijgen. En die begint met eerst functioneel te helpen met welke zorg heb je nodig, op welk moment. Maar in een later proces evolueert die robot eigenlijk naar meer sociaal-emotionele begeleiding in het hele zorgproces. En dat betekent dat die robot ook een lerend vermogen heeft, dus adaptief is. En daarmee dus de komende 5, 10, 20, 30, 60 jaar bij jou blijft. En steeds verder groeit in mogelijkheden. Het is inderdaad wel de bedoeling dat die robot jou echt helemaal leert kennen. Ja, en dus vanuit een feedback systeem door de jaren heen begrijpt hoe jij in elkaar zit. En wat er in je leven is gebeurd. Dus waar je misschien behoefte aan zou kunnen. Zo werd ook al gezegd inderdaad, op het moment dat je overlijdt. Ja. Ben je ook al meteen klaar met je begrafenis regelen en dat soort dingen. Sterker nog, die avatar kan jou overnemen vervolgens. Je kunt door blijven leven, digitaal. Want die kent je zo goed, die kan gewoon jou zijn. Hij blijft ook, is ook geconnect. Dus geconnect in jouw hele sociale netwerk. En hij stelt misschien ook wel connecties voor die je zelf nodig kan hebben. Of hij gebruikt ook, hij is slimmer dan jij zelf bent. Precies. Want hij kan verbanden leggen die in jouw sociale netwerk plaatsvinden, of kennis die er in jouw sociale netwerk is, kan hij samenbrengen en vanuit daaruit jou een advies. Ik denk dat het voor nu al voor heel veel mensen heel leuk zou zijn als je realiseert dat je nu kan beginnen met het bouwen van een avatar die de rest van je leven bij je blijft. We zijn er niet helemaal uitgekomen. We waren natuurlijk bezig een vervanging voor een vriendje. Hè, want dat was het hoofdpunt van de aap. Dat eigenlijk iets op iemand die jouw vriendschap houdt. Gezelschap houdt en jouw vriendje is. Van de andere groep vonden we het hoofdkenmerk iets wat vertrouwen wekt. Hè, dat is een van de belangrijke zaken. En weer de andere groep was iets wat jouw leermeester is. Of jou helpt. Of helpt met trainen. Dus eigenlijk hadden we die drie dingen als uitgangspunt voor het ontwerpen van iets nieuws. Dus eigenlijk waren we bezig een personage te creëren. Daar kwam het op neer. Gaandeweg was dat eigenlijk wat we aan het doen waren. En daar kwamen eigenlijk drie
personages uit die we zouden moeten integreren. Let op, Nelson Mandela in de vorm van een kung fu meester die een DJ of een VJ is. En dat is dan een vriendschap element. Nou, toen gingen we terug naar, zou dat nou vertrouwen wekken? En dat en toen zaten we vast. Ja, toen zaten we vast. Het ging in eerste instantie over die puzzel, omdat iemand daar naar keek. En volgens mij zou je hem ook in kunnen zetten als soort trainingstool voor mensen om geduld te leren. Ja. Wat mij nu opvalt bij alles wat hier besproken wordt, dat het vooral gaat over de cliënten. Wat natuurlijk hartstikke goed is hoor. Ja, ja, ja. Maar ik dacht van je zou robotica, automatisering ook kunnen inzetten om het werk van verzorgenden makkelijker te kunnen maken. Van bij ons bij een wasstraat voor bejaarden. Mm. Wat zou je willen gaan ontwikkelen? De zorgavatar voor iedereen. Vanaf nu, die meegroeit met de rest van je leven. Okay, dus dan zeg maar even wat erin zit. Hij heeft een makelaarsfunctie, want dan weten jullie waar we het over hebben. Ja. En wat meer? Hij zorgt dat je goed kan kiezen tussen je zorg. Hij is geconnect met je sociale netwerk of met netwerken die er voor jou toe doen. Dus iedereen met de ziekte van Crohn of iedereen met dementie.